Nou, de muziek was in ieder geval spannend genoeg, Gert. Ik durf dat bijna niet meer naar voren te komen. Gert, maak de verzegelde gouden envelop open en hou ons niet langer in spanning. Vertel wie de winnaar is van de Raceland Werkgevers Award 2013. Hij is verzegeld. En de winnaar van de Raceland Werkgevers Award is de Race Multimedia. Ik weet niet hoe die heet, maar bij ons wordt die interne gouden tulp genoemd. Maar deze. En dan hier ook een winnaar, B. Veen van de Race Multimedia. Jullie hebben de Racemond Werkgevers Award gewonnen. B, van harte gefeliciteerd ermee. Dankjewel, ik ben er ook blij mee. Had je het verwacht? Lastige vraag. Ik had er wel heel erg op gehoopt. We hebben met elkaar. We denken dat we gewoon heel goed bezig zijn. En als ik dan de doelstelling lees van wat je moet doen om in aanmerking te komen voor de award, dan maken wij een goede kans. Dus ik heb eigenlijk best wel rustig gezeten. Alleen op een gegeven moment toen de nominaties bekend werden, 1, 2 en 3, dan begint het toch wel een beetje te kriebelen van. Want de anderen hadden er net zo goed recht op, vind ik. Alleen wij net een stukje meer. Misschien zou je even uit kunnen leggen wat maatschappelijk verantwoord ondernemen is. Nou, maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor mijn gevoel met mensen werken met een beperking. Maar ze niet behandelen als mensen met een beperking. Het zijn mensen, een groep mensen die meer kunnen dan menigeen denkt. En ik vind het altijd mooi om te kijken waar de grenzen van de mensen liggen. En de grenzen liggen toch wel iets verder weg dan dat de algemene opinie denkt. En dat vind ik in het bedrijf een hele mooie ontwikkeling. Als je ziet hoe mensen begaan zijn met hun werk. En ik probeer het wel vaker uit te leggen. Er wordt heel gauw gezegd van als je iets snel moet hebben of kwaliteitsdrukwerk in ons geval dan moet hebben, dan moet je bij een regulier bedrijf zijn. Want bij mensen met een beperking duurt dat iets langer of dan moet je met een knipoog het werk in ontvangst nemen. Nou, dat is zeker niet zo, want ik denk dat wij best kunnen wedijveren met welk gerenommeerd grafisch bedrijf ook. En ik ben van mening dat de producten die bij ons vandaan komen, dat je die met een gerust hart overal kunt laten zien. Vanwaar de affiniteit met deze doelgroep? Ja, affiniteit. Het is een beetje zo gegroeid. En dan moet ik eigenlijk heel eerlijk zijn. Als iemand mij dat 2 jaar geleden had gezegd dat ik samen zou werken met Racemond, dan had ik gezegd, wat bedoel je? En zo zijn we vorig jaar op 1,5 jaar geleden, 1 juni, gestart met de Race Multimedia. En het was eigenlijk wel een hele mooie combinatie, want voor de mensen in Meppel, die konden gewoon op hun eigen werkplekje blijven, binnen hun eigen beschermde omgeving blijven werken. En toch ook werkzaam zijn voor het vrije bedrijf. En ja, het is mij een beetje op lijf geschreven. Ik ben natuurlijk hartstikke rood. En sociaal is me met de paplepel ingegeven. En ik moet zeggen, met deze mensen werken, ermee werken vind ik prachtig. Alleen, er komt een heleboel meer bij kijken waar ik eigenlijk wel een beetje op gekeken heb. Maar ik ben niet iemand die heel makkelijk belt hier maar neer gooit, gezegd van we zijn hiervoor gegaan. Het streven is om een mooi grafisch bedrijf op te bouwen. En natuurlijk gaat dat met harten en stoten. Maar ik heb toch het gevoel dat wij over 2-3 jaar kunnen zeggen van het is echt het multimedia bedrijf van Meppel en omgeving geworden. Daar gaan we gewoon voor. Denk je dat het krijgen van die award nog invloed gaat krijgen op jullie bedrijf? Gaan er nog veranderingen plaatsvinden of nog meer mensen in dienst nemen of iets dergelijks? Nou ja, het streven is wel, zoals we het samen met de Racemond directie ingezet hebben, om te proberen zoveel mogelijk werk te creëren. En natuurlijk vind ik dat je het winnen van deze award moet ook commercieel moet gebruiken. Dat je moet proberen om mensen duidelijk te maken van dat er een grafisch bedrijf op Staphorst en Meppel is. Wat van een visitekaartje tot een billboard kan produceren. Wij willen graag de mensen ontzorgen. En we denken dat die filosofie toe kan bijdragen dat we meer werk krijgen en meer producten kunnen doen. Dus meer omzet genereren. En meer werk betekent ook dat we meer mensen vanuit de beschermde omgeving bij ons aan het werk kunnen krijgen. En dat is wel de opzet. Nou, dan denk ik dat je vanavond aan het juiste adres bent bij het ondernemersgala.
B, van harte bedankt en heel veel plezier vanavond en veel plezier met je award. Dank je. We gaan netwerken.